Thank you.
Bravo! 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 Goedemorgen, waarde dames en heren en jongens en meisjes. En welkom, welkom, welkom. Ja, ik moet eerst even heel goed kijken, want je weet maar nooit, hè. Sommige spoken zien er precies zo uit als mensen. En het zou maar zomaar kunnen dat er eentje naast je zit. Eens even goed kijken, hoor. Oh, u daar. U ziet wel heel erg bleek, mevrouw. Weet u zeker dat u geen spook bent? Nee, gewoon met het verkeerde been uit bed gestapt vanochtend. Oké, prima. Ja, laat geworden. Oké. Nou, prima. Dan heb ik niet het idee dat er hier heel veel spoken aanwezig zijn vandaag. Goed, laat ik me even voorstellen. Mijn naam is professor Bardock. Ik ben een zeer wijs man. Dat kun je wel merken aan het feit dat ik professor heet. En ik ben de beroemdste spokenjager ter wereld. Ja. Ik doe onderzoek naar spoken en geesten en andere griezels. Soms word ik ook ingehuurd door mensen die last hebben van spoken. Want ja, spoken kunnen echt heel vervelend zijn, hoor, geloof me. Een probleem bijvoorbeeld is dat mensen overdag wakker zijn en 's nachts slapen. En bij spoken is dat dus precies andersom. En ja, ze kunnen ook hele irritante geluiden maken, hè. Gejoel en gejammer en gehuil, ja. Nou ja, daar weten jullie natuurlijk allemaal niks vanaf, want jullie zijn kinderen. Jullie weten niet hoe spoken klinken, hè? Wel? Dan kunnen jullie me misschien even helpen. Jongens en meisjes, kunnen jullie misschien zoveel mogelijk spookgeluiden maken als ik zo doe? En als ik dan dit doe, meteen stoppen. Zullen we dat even oefenen? Oké, goed. Dan geef ik er 3 vooraf. 1, 2, 3. Ja, dat kan harder. En stop. Ja, dat is goed. Zeg, dit kunnen we nog wel eens gebruiken misschien in de rest van het verhaal. Goed. Is er iets vreemds aan de hand? En het voelt niet goed? Wie bel je dan? Prof Bardock. Prof Bardock, dat ben ik. Ik ga jullie vandaag vertellen van een van mijn meest bijzondere avonturen eigenlijk. Op een dag werd ik gevraagd om naar Jammerzucht te komen. Jammerzucht, dat is een heel groot oud huis aan de rand van een kerkhof. Nou, echt zo'n plek waar spoken dol op zijn en het spookte er dan ook flink. De bewoners hadden er schoon genoeg van. Dus, ik sprong in mijn spokenmobiel. Ja, dat is mijn auto, maar spokenmobiel klinkt nou eenmaal wat beter dan Suzuki Alto, hè? En ik reed in volle vaart door bossen en heuvels naar Jammerzucht. Thank you.
arriveren bij Amersfoort. Ik arriveerde dus bij Jammerzucht en inderdaad, het was precies een oud spookhuis. Groot, oud, vervallen, met dode bomen in de tuin. Nou, ik klopte aan en ik schrok me rot, zeg. In de deuropening stond een lijkbleke gedaante. Dat maak je dus niet vaak mee, hè, dat de spoken zelf open doen. Tenminste, het leek mij een spook. Gelukkig is er zoiets als een spokentest, waarmee je dus heel makkelijk erachter kunt komen of de persoon die tegenover je staat of die naast je zit in de concertzaal een spook is of een gewoon mens. Nou, het is heel eenvoudig, spooktest. Raak degene die naast zit of tegenover je zit dus gewoon even aan. Bij een spook zul je merken dat je hand namelijk dwars door het spook heen gaat. En bij een gewoon mens natuurlijk niet. Ja, daar kunnen jullie goed even bij helpen. Gaat het allemaal goed daar? Ja? Geen spoken? Daarachter wel? Wat is er aan de hand? Gaat je hand er doorheen? Wat? Gaat je hand door de nieuwe vriend van je moeder? Ja, dat zijn vaak spoken, ja. Maar verder goed, hè? Oké. Maar jongens en meisjes. Ik raakte die bleke figuur in de deuropening dus aan en wat bleek, het was helemaal geen spook. Het was gewoon de eigenaar van het huis. Meneer Dufdruil. Meneer Dufdruil, die zag blijkbaar zo bleek, omdat hij al wekenlang, hij en zijn vrouw, iedere nacht wakker werden gehouden door spoken. En we houden juist zo van rust. Mijn vrouw en ik zijn hier juist komen wonen omdat het zo fijn afgelegen lag. En naast een kerkhof, ja, wij dachten, dode mensen, dat zijn de rustigste buren die je maar kunt wensen. Ah, zei ik, dat is dus een hele vaak gemaakte fout. Dode mensen, die wij professoren ook wel spoken noemen, die kunnen juist heel veel herrie maken. Ja, zeg dat wel, ja. De herrie is echt verschrikkelijk, oorverdovend. We doen geen oog meer dicht en het gaat de hele nacht door. Ja, dat gaat zo. Zeg, meneer Dufdruil, zou ik misschien even naar binnen mogen? Ja, nee, ga je gang. Dus ik naar binnen. En ik bekeek de binnenkant van het huis met mijn professionele professorenblik. En inderdaad, ja, het was donker. Het was allemaal stoffige meubels, schemerig. Maar ik luisterde. En ik hoorde dus helemaal niks. Ik zei, meneer Dufdruil, ik geef toe dat ik niet meer de jongste ben. Mijn professorenoren zijn misschien wat ouder geworden, maar die herrie waar u het over heeft, dat zou ik toch moeten horen, nietwaar? Ja, wacht maar af. En op dat moment ging de zon onder. En meteen hoorde ik het. Thank you.
Zo, zo, zei ik. En dit is dus wat uw spoken doen hier, muziek maken. Het zijn onze spoken niet. Dit was de stem van mevrouw Dufdruil. En mevrouw Dufdruil die klonk bij alles wat ze zei boos. En ik weet niet of dat kwam omdat mevrouw Dufdruil in een soort van spookhuis woonde. Of dat mevrouw Dufdruil nou ja, een van die mensen is die nou eenmaal altijd boos zijn. Maar ze spoken dus wel in ons huis, hè? Ja, ja. Ja, dat moet ik toegeven. Maar ik moet ook toegeven dat het zijn behoorlijk muzikale spoken, hè? Ik bedoel, het klinkt helemaal niet onaardig. Wij houden niet van muziek. Nee, s'nachts dan maken ze enge geluiden, zitten ze te keten onder de trap of ze trekken de dekens van ons bed. Ja, ja, nee, maar dat is typisch spokengedrag. Hè. Zo staat dat ook omschreven in de beroemde spokengids van Spangler en Stans. Hè. Die schrijven ook regelmatig van, kunt u ze voor ons verjagen? Ja, nou ja, natuurlijk kan ik dat. Ik ben niet voor niets de beroemde professor Bardock, hè. Is er een onzichtbare man? En die ligt in je bed? Wie bel je dan? Oh yeah. We hebben u toch gezegd dat we niet van muziek houden? Oké. Okay. Nou, dan ga ik spullen uit mijn spookmobiel pakken. En dan breng ik die naar binnen. Dat is goed. Dus ik pakte mijn tas met spokenjaagspullen, zette die in het huis. En uit mijn tas haalde ik allerlei apparaten. Apparaten dus om spoken te filmen, 's nachts, als die door het huis dwalen. Apparaten om de temperatuur te meten, want waar spoken zijn, wordt het vaak kouder. Dit alles om de spoken op te kunnen sporen, zodat de spokenjager, dat ben ik, weet waar hij uiteindelijk zijn spokenvallen moet plaatsen. Nou, binnen no time stond het hele huis vol met mijn apparaten en nu was het alleen nog maar een kwestie van afwachten. Thank you.
Uiteindelijk kwam de zon weer op en de muziek verdween. De dufdruilen gingen uitgeput op bed liggen terwijl ik mijn apparaten bekeek. Dat is heel interessant. Ja. Mijn camera's hadden twee witte gedaantes gefilmd die 's nachts door het huis gleden. Helaas waren de beelden een beetje vaag. Zo gaat het vaak met spokenfilmpjes. En mijn thermometerapparaat had gemerkt dat het op zolder een stuk kouder was. Interessant. Dat zou kunnen betekenen dat de spoken zich op zolder schuil hielden. En als spoken zich op zolder schuil hielden, dan zou dat dus kunnen betekenen dat ik daar mijn spokenvallen moet plaatsen. Ja. Professor Barrocks, spokenvallen. Zelf uitgevonden. Ja. Ja, ik kan er wel iets over vertellen hoor. Dat vindt u misschien wel interessant. Het is eigenlijk heel simpel. Je begint met het strooien van zout. Kijk, op de plek waar de spoken zich dan bevinden. Want spoken kunnen absoluut niet tegen zout. Hè? Dat kriebelt aan hun tenen. En ze moeten er ook van niezen. Oh, gezondheid. Ja. In de elleboog, heel goed. Verder is het heel ingewikkeld hoor met mijn apparaten. Het is eigenlijk zo ingewikkeld dat alleen professoren ze snappen. En ik heb nou niet echt de indruk dat er hier heel veel professoren aanwezig zijn. Hè? Maar goed, het gevaar bij het plaatsen van spokenvallen is dus dat je naar de plek moet waar de spoken zich waarschijnlijk bevinden. En dat kan gevaarlijk zijn. Je kent dat misschien wel, hè? Zo'n plek, zo'n donkere, koude plek, dat je denkt, oh, daar moet ik niet naartoe. Zo. Als je 's nachts bijvoorbeeld naar de wc moet, hè? In het donker, en dan bijvoorbeeld de trap af, en dat het knopje van het licht helemaal aan de andere kant van het huis is, dat je dan in het donker zo die trap af loopt. En wij hadden dan vroeger zo'n spiegel ernaast, zo'n grote spiegel, dat ik altijd dacht, als ik langs die spiegel kom, moet ik zeker niet in die spiegel kijken, want als ik dat doe... Nou ja, je kent dat misschien wel, ja, precies. En in elk geval, ook overdag, hè? Ja, pas op, ook in concertgebouwen. Ja, want hoewel spoken overdag meestal niet actief zijn, kunnen ze wel degelijk overdag tevoorschijn komen. Ja. Theaterspoken zijn een geval apart. Ja, opera spoken ook trouwens. En maak ze niet boos, hè, die spoken. Want meestal houden ze zich schuil achter het podium. Dus dat is daar. En dan daarachter in de donkerste schaduwen. Maar als je ze boos maakt... Oh. Soms, hè, dan laten ze... Die grote kroonluchter, die laten ze dan gewoon naar beneden vallen. Bam! Bovenop jullie! Ja. Oh, ja, nee. Maar ik dwaal af, sorry. Waar was ik gebleven? Het plaatsen van mijn spokenvallen. Ik moet toegeven dat ik best een heel klein beetje zenuwachtig was. En dat ik het wel een beetje eng vond om die trap op te gaan naar die donkere oude zolder.
Nou, uiteindelijk lukte het hoor. Gewoon die zolder op en mijn spokenval spullen neerzetten. En in mijn ervaring, en ik heb dus al heel wat ervaring met spoken, laten de spoken zich het best verjagen als je ze maar genoeg sart. Als je ze maar genoeg plaagt. Hè? Mijn apparaten spelen namelijk hele hoge tonen af. Die mensen absoluut niet kunnen horen. Maar spoken die worden daar helemaal gek van. Dus maar echt heel hoog. Hè? Maar dat nog veel. Kan iemand misschien een hele hoge pieptoon spelen? Een van de fluiten. Ja, nee, maar hoger. Hoger. Hoger, nog hoger, 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 hoger. Kijk. Hé. Hey. Wacht even. Hé, hey, jongens en meisjes, horen jullie dat? Nee, hè? Ik ook niet. maar die spoken dus wel, hè? Ja, heel goed, heel goed. Maar daar worden spoken niet bang van. Nee, maar die spoken die horen dus hoge pieptonen die wij dus niet kunnen horen. En die zeggen, ja dit, horen jullie dit? Nee hè? Maar die spoken die worden daar dus helemaal gek van. Die samen met dat zout is dat dus genoeg om elk spook als een malle het huis uit te laten vluchten en nooit meer terug te laten komen. Nou, dus dat dacht ik althans, dat zou gebeuren. Maar het liep allemaal een beetje anders. Ik ging eerst heel tevreden naar beneden, want mijn werk zat erop. En ik ging even op de bank liggen beneden, want dat doe je op mijn leeftijd. Hè? Je wordt wat ouder, je moet even een dutje doen. En toen hoorde ik het. Een kabaal vanuit de slaapkamer van de dufdruilen. Een gegil. Dus ik meteen weer terug die trap omhoog en daar zag ik het. Alle meubels vlogen in hun slaapkamer in de lucht. Terwijl spoken ontzettende harde joelgeluiden maakten. Ja, nog veel harder. Ja. En jongens, en ik moest bukken, want het bed van de dufdruilen vloog rakelings over mijn hoofd heen. En ik zag meneer Dufdruil in de lucht hangen, terwijl mevrouw Dufdruil op haar kop in de lucht zweefde. En ik dacht, oh mijn jongens, oh mijn jongens, oh mijn jongens. En mevrouw Dufdruil riep, charlatan, oplichter, wat denkt u wel, noemt u dit helpen, amateur. Nou, mevrouw Dufdruil, rustig maar. U hoeft niet zo'n taal aan te slaan. Wij moeten doen is... Maar ik had dus geen idee wat we moesten doen. Deze spoken waren heel erg sterk en heel erg boos. Ik besloot gewoon die spoken streng toe te spreken. Zeg, spoken, is nou afgelopen? Huh? Kunnen jullie wel? Die arme mevrouw en meneer Dufdruil, die aardige mensen een beetje als verschrompelde herfstblaadjes door de lucht te laten vliegen. Maar dat had ik dus beter niet kunnen zeggen. Want op dat moment werd ik zelf door een paar onzichtbare handen opgetild. Ik werd door de slaapkamer gesleurd. Ik vloog de trap af. Eerst door de huiskamer en daarna het hele huis door. Thank you.
Het is ook zo hoog. En terwijl ik door die spokenhanden gedragen werd, dacht ik diep na. Want dat is wat professoren doen, hè. Als ze een probleem hebben, dan denk je goed na. En dan kom je vanzelf met een briljante oplossing. Zo werkt dat bij professoren. En mijn oplossing? Praten. Ik besloot met die spoken in gesprek te gaan. Als ik heel even mag, mevrouw en meneer Spook. Kunt u mij misschien uitleggen waarom u precies zo boos bent? Hè? Ik bied mijn excuses aan voor die spokenvallen. Oké, maar dan moet u mij maar eens... Kunt u misschien mij uitleggen waarom u precies zo kwaad bent op die meneer en die mevrouw Duftruil? Hè? Want misschien kan ik u dan helpen. En weet u, jongens en meisjes, dat hielp. Die spoken die waren veel redelijker dan ik had gedacht. En met een luide bons lieten ze me op de grond vallen. Ja, oh ja. En voor mijn neus verscheen een man in een keurig zwart pak. Een wit overhemd, zwart strikje. Ik dacht, voor de zekerheid raak ik hem even aan. Maar mijn hand ging dus dwars door die man heen. Het was een echt spook dus. En dit spookfiguur vertelde mij een heel droevig verhaal. Lang, lang geleden kwamen er in het oude huis een hoop mensen tezamen die daar samen muziek maakten. Een groot orkest dat daar altijd repeteerde. Maar op een kwade dag gebeurde er iets vreselijks. Op weg naar een optreden kreeg het orkest een ongeluk. En ze waren allemaal morsdood. En van schrik veranderden ze allemaal in spoken. En als spoken kwamen ze terug naar het oude huis waar ze altijd zo fijn gespeeld hadden. Naar Jammerzucht. En wel 100 jaar lang speelde dit spookorkest elke nacht hun favoriete muziek in het oude huis. Ja, tot dat huis dus werd gekocht door die meneer en die mevrouw Duftruil. Twee enorme muziekhaters. Ja, geen wonder dat die spoken niet zo heel blij waren. Hè? En dus kreeg ik eigenlijk medelijden met de spoken. En die Duftruilen, ja, ik weet niet, eigenlijk vond ik die helemaal niet zo aardig. Het zou eigenlijk veel beter zijn als zij het oude huis zouden verlaten, nietwaar? Dus toen deed ik iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik besloot om de spoken te gaan helpen. En samen met de spoken maakten we een sluw plan. Ik raadde de spoken aan zich nog enger te gaan gedragen, zodat die Duftruilen helemaal genoeg zouden krijgen van dat huis. En ondertussen ging ik de tuin in om op zoek te gaan naar een grote kist met geld die in die tuin van het huis begraven zou liggen. Ja, de spoken wisten daar namelijk van. Want spoken kunnen natuurlijk door muren heen en onder de grond doorglijden. Maar opgraven konden ze die kist zelf niet. Maar ik natuurlijk wel, hè. Met mijn twee grote sterke professorenhanden. Dus, terwijl die spoken hun best deden om die Duftruilen nog banger te maken, sloop ik de tuin in, ik pakte een schop en ja, ons sluwe plan was begonnen. We'll be right back.
briljant plan, jongens. Ja. Zeker, ja. Een briljant plan, zeker. En het lukte. Ja, want terwijl ik in de tuin bezig was met het opgraven van die kist met geld, waren die dufdruiden inmiddels zo bang dat ze heel makkelijk over te halen waren om het oude huis te verlaten. Ja, zeker toen ik ze die kist met geld aanbood natuurlijk, hè, uit naam van de spoken. Zie je, eigenlijk hadden die spoken dus het huis gekocht van de dufdruiden. Alles was dus geheel en al eerlijk verlopen. Ja, je vraagt je natuurlijk af, hoezo, waarom die kist met geld daar in die tuin? Nou ja, zo gaat dat natuurlijk, hè, met oude huizen. Ik bedoel, hoe ouder het huis, hè, hoe groter de kans dat er een schatkist in je tuin begraven ligt. Hè? Dus jongens, ga maar graven, hè, vanmiddag, als je in de Van Egenstraat woont. Maar goed, die dufdruilen, die pakten dus hun spullen en die kist met geld en ze vertrokken. Dag, dufdruilen, dag. En het spookorkest, die waren zo blij dat ze mij beloonden met een prachtig concert. En weet je, sinds die dag is er eigenlijk iets veranderd. Sinds die dag ben ik niet alleen maar een spokenjager, maar ja, ook een beetje een spokenhelper. Want weet je, veel spoken zijn helemaal niet zo gevaarlijk. Veel spoken zijn helemaal niet eng, zelfs. Sommige spoken zijn eigenlijk veel leuker dan mensen. Zeker muziekspoken. Hè? En weet je, zal ik jullie wat van vertellen? Als muziekspoken muziek maken, kun je ze zien. Kijk maar. Mag ik jullie voorstellen aan de spookmuzikanten van Jammerzucht, het beste spookorkest ter wereld. Ja, ja. Ja, ja. En jongens en meisjes, wie weet, hè? Wie weet, ook hier in de gangen van het concertgebouw dwalen er nog wel veel meer spoken rond.
Dat waren de spoken van Jammerzucht. Verhaal dat geschreven werd door Reggie Naus en hier in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam verteld door Remco Vrijdag in de regie van Harry Piekema. En het spookorkest was de Noordwest-Duitse Philharmonie onder leiding van dirigente Lucie Leguet. En dit was ons Halloween concert op de zondagochtend.